we zijn in Noordwijk op de Koningin Wilhelmina Boulevard. En vandaag is de finish van de 59e Tulpenrally. Die de afgelopen week heeft plaatsgevonden, met name in Frankrijk, naar Nederland toe. En vandaag wordt hier de laatste klassementsproef gehouden. De Tulpenrally is een rally over ongeveer 2500 kilometer. Waarbij klassieke auto's elke dag een etappe rijden. En traditioneel eindigt die in Noordwijk. Er wordt een korte sprint afgelegd van 2 keer 125 meter. Er wordt op tijd gereden, dus op tijd wordt er weggestart. En na 125 meter wordt voor het eerst gestopt. De auto moet dan even stilstaan met de streep tussen voor- en achterwiel. En rijdt dan gelijk weer door naar de finishlijn en daar moet hij ook weer stilstaand finishen.